يقول البعض انا حر. Sommige mensen zeggen ik ben vrij. يا اخي صلي. Bid. يقول لا انا حر. Zegt hij nee, ik ben vrij. نقول انت بهذا الكلام عبد عند ابليس. Met deze bewering, met deze uitspraak die jij doet, ben jij een dienaar van Iblis. عبد لنفسك. Je bent een aanbidder van jezelf. خلقت حتى تعبد الله سبحانه وتعالى. Maar je bent geschapen om Allah عز وجل te aanbidden. ولهذا الذي يقول انا حر هو في الحقيقه اصبح عبدا عند ابليس عند الشيطان. Dus in feite, in werkelijkheid, is deze die zegt dat hij in de vrijheid leeft, in feite is hij in werkelijkheid een dienaar van Iblis. لاننا خلقنا حتى نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. We zijn geschapen zodat wij de dienaren van Allah عز وجل zijn op de aarde. وبهذا والله نسعد. En dit is wat ons gelukzaligheid brengt. إذا أردت أن تسعد وتعيش حياة سعيدة تعيش هذه الحياة عابدا لله. Als jij het gelukzalig leven wilt proeven en meemaken en doorgaan, dan moet jij op deze manier je overgeven aan Allah عز وجل. تحتسب بكل عمل تعمل في هذه الدنيا أنه عبادة لله. Je gaat ervan uit dat elke aanbidding die je op aarde verricht, alles wat je doet hier aan handelingen en aanbidding is naar Allah عز وجل. تبسمك في وجه أخيك صدقة. Het lachen naar jouw broeder in zijn gezicht is een sadaqa. أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر. Het oproepen naar het goede en het verbieden van het slechte. تميت الأذى عن الطريق صدقة. Iets wat een belemmering veroorzaakt voor iemand op de weg weghalen is een sadaqa. نحتاج فقط أن نصحح النية. Het enige wat vereist is, is om onze intenties te zuiveren. والله لو كنا على هذا كنا أفضل دعاة إلى الله بالعمل أكثر من القول والله أعلم. Als wij op deze manier door het leven zouden gaan, dan zouden wij middels onze handelingen meer uitnodigend zijn dan met onze spraak. Dus het handelen zou veel meer effectiviteit brengen dan onze spraak.